Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat er sprake is van miscommunicatie in de kwestie waarbij nieuws verspreid wordt over verkoop van de Vreedzaam Markt. Hij ging gisteren in op vragen van journalisten voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman vindt dat er sprake is van ophitsing in de kwestie. Alle projecten die we hebben geleden zijn allemaal in rust. Dus iemand is daar gaan opsteken. Maar feit is, wij zijn nu in de fase van hearing van mensen. Het is een grootschalig project. We horen de mensen. We hebben de bedrijven al ontvangen, maandag, om te horen hoe zij denken erover, et cetera. En donderdag komen een delegatie van de markt komt ook. En zo gaan we een keer de pers uitnodigen. De volgende keer zullen ook de ministers uitgenodigd worden om hierover te praten. Omdat het een multipurpose project is. En de impact van de verandering is nogal groot. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. En dan gaan we naar de architect. Volgens Noor Mohammed zal de architect alle verzamelde commentaar meenemen in zijn ontwerp. Ook de marktmeester zegt dat er geen sprake is van verkoop van de handelslocatie. Noor Mohammed spreekt van herinrichting van de markt en omgeving. Dus de bouw zal zodanig moeten plaatsvinden dat niemand last van ondervindt. Het verkeer rustig kan doorgaan, mensen die al daar zitten, dat ze niet bijvoorbeeld 6 maanden hun winkel moeten sluiten. Dus dat zal de architect en de bouwer moeten organiseren. En inderdaad, waar mijn voorstellen zullen sowieso zijn om dingen te vernieuwen. Dit is die opportunity. Om dingen te vernieuwen, makkelijker te maken, netter te maken. Voor hygiëne is vooral heel erg belangrijk. En de gevaarlijke situatie in de rivier ook te verwijderen. Er zijn heel wat palen die daar zo gevaarlijk zijn. Als je even niet oplet met je koreaal en je valt daar op een van die stroom. Dus alles moet opgeschoond worden. Dus dat zijn de eisen die wij gaan toevoegen. De minister zegt dat alle markten in Suriname een facelift zullen krijgen. Om dit groot project uit te voeren is een clusterteam aan ministers bezig onder leiding van Openbare Werken. De markt van Ikeri wordt ook aangepakt. Alle andere ministeries zullen hun rol moeten vervullen in het geheel.